Oké, over de DDR-antenne. Dat is eigenlijk een iets verkeerd begrepen antenne. Hè. Het is niet het verticale gedeelte, dat verhaal. Het is eigenlijk een magnetische slotantenne. Dus van elke elektrische antenne bestaat er eigenlijk een tegenpool die je kunt maken. Die pool bijvoorbeeld kun je ook vervangen door een sleuf in een metalen plaat. En het is eigenlijk een versie daarvan. Kwartgolf opgerold, horizontaal, maar straalt verticaal. Verticaal op het dek staat, wat vrij dik is trouwens. En dat is het gedeelte wat straalt, hè? Nee, het is de spleet tussen de ring en de grondplaat die straalt. Dat verticaal stukje is eigenlijk gewoon een kortsluitstukje. Daar zit dat klopt. Maar het is, je moet dat maar even opzoeken. Het is een magnetic slot antenne. Dus dat is geen magnetische loop, dat ook niet. Maar een slot of sleuf antenne. Misschien is het wel beide hoor. Kun je dat op twee manieren beschouwen. Maar ik begrijp het vooral als een kwartgolfstraler die verlengd is door middel van een grote topcapaciteit. Dat is correct. Delta Bravo Noord. En wellicht ook een deel van de impedantie berekenen. Maar als je echte analyse doet, bijvoorbeeld met NEC. Ik ben eigenlijk een antenne-ingenieur, John, opgeleid hier in België en in Engeland. Als je echte analyse doet, dan is eigenlijk een kwartgolf. Dus als je eigenlijk dus een dipool kun je vervangen door een metalen plaat en daar een sleuf in maken. Dan heb je een equivalente magnetische sleufantenne, een halve golf voor dipool. Nu kun je dit vereenvoudigen. Dus je kunt eigenlijk ook gewoon een kwartgolfversie van maken. Die is open aan één einde en kort gesloten aan de andere. Dus door die metalen plaat in twee te snijden, haaks op de sleuf dan eigenlijk. En als je dat dan in skeletvorm maakt, dus het is eigenlijk een niet-ideale sleufantenne, dan krijg je eigenlijk dat. Dus idealer waren misschien van een echte sleuf te maken, dus door bijvoorbeeld bovenaan die topcapaciteit echt een schijf te maken, dan heb je echt een spleet die straalt. In dat opzicht lijkt het heel veel ook op een patchantenne. Dat is eigenlijk hetzelfde principe, maar een patchantenne is ook een halve golf. Die worden voor satellietcommunicatie of in de neus van vliegtuigen gebruikt. Dat is zo die printplaatantenne, grondvlak van de printplaat en erboven dan een vierkant of een cirkel. Dat is net hetzelfde. Ja, 100% gelijk heeft John. Ik herinner mij dat ook. Ik heb dat ook gelezen bij Adrie BRG. Er is ook een Duitse vriend op de frequentie. Ja, nou, ik heb hier een cent. Charlie Portaler, goeiedag heren. Zover ik dat nog weet van QRL, is deze antenne een horizontaal mechanisch opgebouwde antenne, die aber vertikaal straalt. Erwünscht is nur die Bodenwelle. Der vertikale Teil ist circa 0,007 Lambda lang. Den Ring kann man als Ausführung machen, Lambda Viertel, Quad Golf, sagt der Niederländer, oder Lambda Halbe. Und strahlt nur der vertikale Teil. Der Wirkungsgrad ist ganz schlecht, aber über Wasser funktioniert jedes Stück Draht gut. Probleme sind die niederohmige Anpassung und der Abstimmkondensator, der sitzt im Spannungsbauch, also man braucht einen Dreko mit großen Abständen, so schlagende Flammen über. So ist es. Geen nek, hè? Dus numerische elektromagnetische kolbe. En eigenlijk begreep die uitvinder in zijn eigen uitvinding niet, hè? Dat is werkelijk zo. En achteraf is men pas beginnen modelleren en iedereen in de microgolf business gebruikt eigenlijk patchantennes en dat is eigenlijk net hetzelfde, maar dan in halve golfuitvoering in plaats van kwartgolfuitvoering. En het feit, eigenlijk is het juist een zeer efficiënte antenne, want het verticale gedeelte, moest dat de straler zijn, zou je juist heel smaltandig moeten zijn, heel hoge verliezen, weinig efficiëntie. En het is eigenlijk juist een efficiënte antenne door het feit dat er wel degelijk een sleuf is van een kwartgolf lang.
Dus, maar het is een verkeerd, misbegrip aan het, hè, spijtig genoeg onder radioamateur mee. Dus Oscar November 4, Alpha Alpha. Grotere ring. Hoe verhoudt zich dan, dat dan tot, tot die verklaring van de slotantenne van Panel Echo Tango Echo? John, inderdaad, dat klopt. Dan maak je eigenlijk een geraamte uitvoering eigenlijk dan ook van je grondvlak. Dus op een schip en op zee heb je het voordeel dat je op zijn minst toch één groot grondvlak hebt. Het tweede maak je skeletaal, hè, als een geraamte. Dat is die ene ring eigenlijk, dat is niet ideaal. Maar je kunt in de vrije ruimte dus ook nog een keer een volledig skeletale uitvoering daarvan maken. Dus door gewoon twee parallele leidingen. Dus je kunt dat ook gewoon dan recht. Hè. Dat hoeft dan zelfs geen lust te zijn. Gesloten aan één kant, kwartgolven. Maar de manier van voeden is anders. Hè. Dus je voedt het niet als een transmissielijn. Je voedt het in een andere mode, zodanig dat het begint te stralen eigenlijk. Alles draait om. Dus dat is een antenne die... dus stromen en spanningen draaien eigenlijk om. Hè. Dus een dipoolantenne geeft een hoge spanning aan de uiteinde. Dit, moest je het in een halve golflengte uitvoeren, geeft het twee kortsluitingen aan het uiteinde. Dus heb je daar eerst een spanningsdal en een stroombuik. Dus het is net het omgekeerde. En de impedanties ook, die drie, zijn dan ook de complex toegevoegde waarden. Dus alles draait om. Alles wat magnetisch is, wordt elektrisch. En alles wat elektrisch is, is magnetisch in de analyse. PA3DJF. Now up to 6 meters. Ik ben overigens ook opgeleid als antenne-deskundige, onder andere. Of nee, met name satellietantennes. Dus antennes aan satellieten. Maar, Wim de microfoon, van Panel Echo Tango Echo. En ik zie het echt niet, Serge. Dus Wim, ga je gang. Goedemorgen, heren. En ook het station uit Duitsland. Ja, die maakte ook een paar opmerkingen over de DDRR-antenne. Ja, ik heb zelf ook wel het nodige met slotantennes gedaan. En ik zie, ja, in dit ding niet een slot, hè? Nee. Het is, zoals een aantal mensen al zeiden, gewoon een kwad golf met een heel klein stukje verticaal. En zo'n kwad golf variant heb je ook als een PIFA. Die kennen mensen denk ik ook wel. Zo'n inverted F-antenne. Alleen ja, door het dingetje op te rollen, wordt die iets compacter. Maar laten we nou echt geen mythische antenne gaan creëren. Ja, wat de Duitse meneer ook zei, de spanning aan het eind van het draadje is ontzettend hoog. Dus als je met high power gaat zitten, de kans op corona is gewoon hoog. Ja, het is niks anders dan een kwad golf gebogen draadje boven het grondvlak. En de vergelijking met een half-wave patch, die zie ik ook niet. Want die is horizontaal gepolariseerd en straalt voornamelijk in de Z-richting. Ja, zo'n patch is feitelijk gewoon een halve golfdipool, alleen als een vlak uitgevoerd. En heel dicht bij het grondvlak, hè? En voor John, je kan het proberen om zo'n DDRR-antenne boven grond te maken. Dan heb je, boven aarde, dan heb je een hele mooie veredelde dummyload. PN0ETE, heel veel luisteraars, PA3DJS. Dat zie ik niet. Ik hoor uit alle verhalen dat hij heel efficiënt is. Dat zie ik er niet helemaal in. Het is niet een heel erg slechte antenne. Maar ik denk dat dan gewoon de kwartgolf op aarde eigenlijk beter zou moeten werken. Hè? En qua aanpassing zie ik ook gewoon dat het, het is een gamma-match-achtige aanpassing. Hè? Zoals ook bij een kwartgolf. Of zoals bij Radio Noordzee op het schip de antenne aangepast was. Dat is dezelfde manier. Serge, jij de microfoon. Geef jij dan maar aan Reiner in Duitsland. Van Panel Echo Tango Echo. Ja, goedemorgen aan iedereen ook nog. John en anderen, dat is juist, als je echt gelooft en het ook meet dat het een efficiënte antenne is, dan kan de verklaring dat het enkel een verticaal stukje is, dat straalt, niet kloppen. Hè. Ik zal je wat... andere referenties en ook gewoon rechte varianten bestaan ervan. En zelfs op wagens werd het ook geprobeerd. En je moet toch ook denken,
als de Amerikaanse marine het gebruikt heeft, dan zal er wel iets van waar zijn dat het efficiënt geweest is. Dan zijn ze daar ook niet. De uitleg destijds is begrijpelijk toen. Ik heb zelf ook aan de universiteit oude magazines van IAV en de IW gelezen. En destijds had men moeite om dat te begrijpen en te analyseren. Maar tegenwoordig met de numerische codes die je op de computer kunt draaien, kun je toch wel een beter inzicht verwerven. En zien ook dat die antenne efficiënt is eigenlijk. Iedereen gelooft maar wat hij wil, hè. De proof of the pudding is in the eating. Oké, ik schrijf de microfoon door naar Rainer. Graag ook nog even zijn kenteken, want dat ken ik nog altijd niet. Hi. Van Oscar November 4, half half. Ja. TB9, JC, Port Harbor, Kleeuwen, Kleeuwenberg. Beim Gesundheitsspaziergang. Ja. Streiten tun wir uns nicht. Wenn wir das richtig wissen wollen, dann wird viel geschrieben. Vieles wird verständlich erklärt, aber es stimmt nicht immer alles, ne? Gerade bei irgendwelchen Wunderantennen, man müsste sich jetzt ein kleines Modell aufbauen, irgendwo im strahlungsfreien Raum, früheres QRL bei uns in Darmstadt messen, mit neuesten Messmethoden, ne? Und nicht alles simuliert und praktisch ist es in Wirklichkeit anders, aber kommt immer darauf an, was man will. Die Militärs, die wollten bestimmte Reichweiten haben nach dem Prinzip, Feind hört mit. Und ich kann mir vorstellen, für AM-Funk will man die Bodenwelle nutzen, Tag und Nacht, Ausbreitungsbedingungen gleich. Und Reflexionen an der Ionosphäre sind nicht erwünscht, wegen Phasenverschiebung und die ganzen übertragenen klanglichen Eigenschaften ändern sich. Aber man sollte wissen, ein Stück gerade auf dem Schiff, auf Wasser, gerade auf Salzwasser, geht immer hervorragend. Ne? Egal, ob es ein Stück Draht ist oder ob es wirklich ein Draht ist, der eine Antenne darstellt. Und Verluste sind enorm. Und wenn es nicht auf Wasser ist, ja, auf Wasser und man will weit kommen, dann braucht man viel Diesel an Bord für die Generatoren, die die Endstufen betreiben. Genau das Gleiche ist bei der EH-Feldantenne, Wunderantenne aus Amerika. Und dann hieß es, oh, zwei Patente angemeldet. Mittlerweile wissen alle, die Patente sind nicht auf die Antenne angemeldet, sondern nur auf die Art der Anpassung. Und die Antenne ist gar keine Antenne mehr. Ne? Okay, ich laufe weiter. Ich wünsche euch was. Ich habe mit Interesse zugehört. Ja, oké, Rainer. Ja, op dit moment kun je een artikeltje vinden, een reactie van mij op de EH-antenne. Van het jaar, moet ik even nadenken, ergens het jaar 2000 rond die tijd. Dat is ook door die zogezegde uitzenders opgenomen, of door een antenne X eigenlijk is het artikel, reactie eigenlijk. Het is heel eenvoudig, hè? Dus dat is inderdaad geen goede antenne, de EH-antenne. En de reden dat het werkte daar in Egypte had te maken met de woestijngrond, de zandgrond. Hè? Dus die zorgde dat er weinig verliezen waren, maar het was eigenlijk gewoon een aanpassing van de transmissielijn, wat het was. Hè? Dus dat werkte inderdaad niet, die EH-antenne, daar klopt er niks van. Maar die DDR-antenne, de Dual Ring Radiator-antenne, dat wel. Hè? Ik zal het proberen. Vandaag of morgen, John, wat informatie te bezorgen. Fijne voortzetting van de dag nog. Dit is Oscar November 4, half half. Ik heb trouwens de naam van de antenne verkeerd gezegd in de uitzending. Hè. Dat wist ik al min of meer. Ik wist alleen niet wat de juiste naam was. Maar het woord hoe zeg je dat nou? Discontinuity, dat zit er niet in bij mij. Dat hoort wel in de naam. Maar ik heb inmiddels een theoretische verklaring gevonden waarbij gesteld wordt dat DDR-antenne een variant is van de hoe heet dat ding nou? Een variant van de inverted F-antenne. Die kende ik ook niet. Dus die staat toch gewoon op Wikipedia. Dus die ben ik nu weer van het sneller laten lezen. Tijdens het gesprek. Microfoon naar Wim van PNL Echo Tango Echo. Fadri Delta Julius Serra. Ja, ik had hem net ook al even genoemd. De inverted F-antenne. En die heb je ook in een plane variant. Op de rand van printplaten en zo.
Ja, slotantenne. Je kan hem gewoon met je gangbare antennetheorie van de, zeg maar, de straling van een draadsegmentje, kan je hem gewoon modelleren. In antennekunst behandel ik hem nog wel eens met de hand, hè. Dan mogen mensen van de PIFA zelf de verticale, zeg maar, de component in het horizontale vlak uitrekenen. En die is verticaal gepolariseerd. En hij straalt ook nog een beetje omhoog, hè. Daar zit ook nog een klein beetje verticale component in. Ja. Dus voor AM is die helemaal niet zo ideaal. Maar wat onze Duitse collega ook zei, boven een groot stuk metaal met veel zout water eromheen, werkt alles. Maar als je met hoog vermogen aan de gang gaat, de spanning op het uiteinde, omdat namelijk dat ding heel erg dicht bij het grondvlak zit, moet je heel veel stroom in dat elementje hebben om serieus vermogen uit te stralen. Dus de spanning aan het eindje is ontzettend hoog, hè? Ja, zie het als een dipool die je over een ideaal geleidend grondvlak hangt en je gaat dan steeds lager hangen. Dan ga je zien dat de voedingsimpedantie gaat steeds verder naar beneden. Je hebt dus steeds meer stroom nodig in het stukje draad om je vermogen uit te stralen. Dus dan weet je ook wat de spanning aan het eind doet. Die loopt hard op, hè? Ja, het is niks anders dan een kromgebogen stukje kwadgolf over een stuk metaal. En zodra dat metaal niet meer goed glijdt, gaat het rendement heel hard naar beneden. Dan wordt het gewoon een veredelde dummyload. Ja. Ja, en wat patenten betreft, ja, de Duitse collega die begon al over de EH-antenne en de CFH en een hele hoop dingetjes. Ja, het werkt gewoon niet. En ik snap het wel dat er patenten zijn. Er zijn altijd wel mensen die erin trappen en denken dat het goed is en wat voor een patent lappen. En inderdaad, die installatie in Egypte is grappig. Ja. Ik stuur hem door naar... Stuur hem even door naar België met jou goed vinden, John. En anders kan jij hem overnemen. Dit is Wim, Papa Alpha 3, Delta Juliet Sierra, QTH Maarsen. Papa Alpha 0 Sierra, Whiskey X-ray. Whiskey X-ray ook, noteerde Papa Wim... Bedankt voor de opmerkingen. Ik zal het zelf niet meer te lang trekken, want ik moet nog gaan met de kuur Peter en de Golf Romeo gaan we ARDF doen in de bossen hier, in het noorden van Limburg, Belgisch Limburg. Dus ik moet mij klaarmaken daarvoor. De F-antenne is inderdaad familie, hè? Dus daar ben ik volledig mee akkoord. Dat werkt ook. Dat is voor een kleine beperkte antenne te zijn, voldoende goed om allerlei Internet of Things toestanden in de lucht te houden. En mobiele telefoons wordt het ook toegepast op het einde van de printplaat en in routers. Nu dus ook een compromis antenne als andere. En wat de discontinuity dual ring loop, hoe dat het ook radiator. Ja, het is ook een niet ideale antenne, want het is niet, het is niet een perfecte slot. Hè. Dus moest je het beter kunnen maken, dus door echt een volle schijf te gebruiken, of misschien zelfs een cilinder die hoog omhoog gaat, dan komt het al dichter in de buurt. Hè. De hoge spanningen, ja, dat is ook te verwachten, omdat het elektrisch en stroom worden omgekeerd. Hè. En dus een betere versie zou eigenlijk een golflengte lang zijn. Maar nu goed. Ik zal het daarbij laten. Ik zal proberen vanavond of morgen, John, wat materiaal te bezorgen. Ik ben hier al aan het grazen, maar ik kan het niet vinden. Ergens staat het op daar te geven, maar het probleem is altijd te vinden waar. Hè. Dan komen er misschien wel wat uit. Hè. Maar het is inderdaad een zeer interessant onderwerp. En persoonlijk vind ik het eigenlijk een onderkende antenne. Juist omwille van ja, de verschillende ideeën die erin bestaan. Nu goed, dat maakt de hobby juist interessant. Ik schuif de microfoon terug naar John. Ik luister nog even mee, maar ik moet werkelijk weg. Fijne dag nog aan iedereen. Dit is Oscar November 4 al van. Beide gewoon waar is, hè, wat ik in het begin ook al stelde.
met name de vergelijking met die F-antenne. De F-antenne is een monopool, hè? Een variant van een monopool. Microfoon naar, naar Norbert, PNL Echo Tango Echo. Iedereen, dat is PNL SWX. Ik moet toegeven dat ik niet de hele discussie heb meegeluisterd. Dus misschien iets te vroeg ingemeld. Maar ik dacht even dat het over die antenne ging van, ja, hoe heet dat, zendschip, Capital Radio of zo. Dat weet jij wel, John, met die hele grote hoepel erop. Klopt dat, John? Ja, de discussie is de DRR-antenne. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ik weet helemaal niets van die antenne. Ik heb het ding wel eens gezien met een enorme hoepel erom. En ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar ik wil eventjes een heel ander balletje opgooien. Ik ben benieuwd wat Wim daarover vindt. Het zou niet zo kunnen zijn dat het eigenlijk een magnetische antenne is. Dat die hoepel die horizontaal boven het water hangt eigenlijk magnetisch is. En het elektrisch veld staat daar haaks op, wat dan verticaal uitstraalt. Want als dat, ik weet niet, ik kan me die foto's nog herinneren, maar volgens mij was die mast niet zo bijster hoog. Hè? En volgens mij te kort om als kwartgolf stralen te kunnen functioneren. Dat, maar ja, ik zou me misschien iets beter moeten inlezen in deze. Maar kijk, als het een relatieve korte antenne is voor de golflengte, wordt de Q ook hoog. Dus dan zul je haast denken dat ze ook nog de uitzending in fase modulatie hebben gedaan in plaats van AM. Zou het zomaar kunnen dat vanwege die hoge antenne Q een deel van het zendvermogen niet vol de eter in gaat. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dan microfoon maar eventjes naar Wim. PA3DJS, goedemorgen. Dat is PA0SWX. Hey, goedemorgen Norbert. Ja, ik ga er even vanuit dat het echt een DDR antenne is. Dus dat die loop die er bovenop zit, zeg maar, niet gesloten is, hè? Dat het wel een open, zeg maar, dus echt de DDR-antenne is. Ja, Norbert, ja, het klinkt heel spannend dat ding, maar het is gewoon een kwaad golfstraletje. Ja, het is een kwaad golfstraler, waarvan een stukje verticaal staat. En je moet een enorm hoge stroom hebben in dat verticale stukje. Vandaar ook die aanpassing die zit relatief dicht. Nee, niet de aanpassing. De feed zit relatief dicht bij het aardpunt van het verticale stukje. Ja, je kan hem het makkelijkst recht trekken als een inverted F-antenne. En op de rand van een printplaat noemen ze een PIFA. Die hoge versterking voor John, die kan ik er niet uithalen. Zowel met simulatie niet als gewoon met de hand uitrekenen. Met de hand uitrekenen is best wel wat lastig. Omdat namelijk ook dat horizontale stuk nog een deel omhoog straalt. Ja, het is dus niet zo als een kwad golf dat hij niet omhoog straalt. Hij straalt nog wel wat omhoog. Maar voor de rest, ja, is de gain ietsje minder als van een monopool. Dus zeg maar, de gain is iets lager als van een kwad golf. Ja, dus echt hoor, dat verhaal met die hoge gain vanwege die hoepel. Volgens mij is het nonsens, John. Ja. Nee. Een magnetische loop, bij de magnetische loop, is het de bedoeling dat in de hele loop de stroom ongeveer gelijk is. En bij die DDR-antenne zie je dat in het begin de stroom hoog is, dus bij het voedingspunt, maar aan het eind is die nul, hè. Dus hij doet het niet als een magnetische loop. En stel dat het een magnetische loop had geweest, dan had hij zuiver horizontaal gepolariseerd geweest met nul gain in het horizontale vlak. En die maakt dus geen oppervlaktegolf die je wel wil hebben voor AM, hè. Dus voor AM, voor middengolf en lange golf AM is het echt het verticale deel waar je wat aan hebt. En ja, die ionosferische propagatie, die wil je niet hebben, hè. Dat interfereert met je oppervlaktegolf. Ja, dus we kunnen er van allerlei spannende theorieën omheen denken. Maar het komt terug naar een verticaal draadje met een verlenging tot de kwad golf en of je daar nou nog een spoeltje mee in serie zet, zodat die fysiek wat kleiner wordt.
Het is niet zo spannend. Sorry dat ik een beetje een negatieve toon uitstraal. Ik stuur hem even door naar was het Duitse station er nog? John, ik stuur hem even naar jou. Ik dacht dat het Duitse station eruit was gegaan, maar dat weet ik ook even niet zeker. Papa Alpha 3 Delta Juliet Sierra. Maar aan de lage kant wil je absoluut niet horizontaal uitstralen, hè? Want je hebt daar toch te maken met een hele sterke grondgolf. En als je horizontaal uitstraalt, dan maak je niet gebruik van die grondgolf, maar eigenlijk alleen van de atmosferische golf. Dat betekent dat je overdag bijna niet te horen bent en 's avonds met veel QSB overal sterk doorkomt. Hè? Dus je wilt eigenlijk vooral een verticale component hebben. Maar je wilt zeker ook niet omhoog stralen. Dus dat, als de verklaring met een kwartgolf omhoog zou stralen, dan zou ik eigenlijk denken dat misschien toch wel de kant uit gaat dat het toch anders zit. Hè? Maar het is wel een interessant verhaal. Reiner die liep rond op de Kleverberg met een gezondheidswandeling. Hè? Dus die is portabel, maar die komt heel goed over de repeater heen. DB9JC, dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ja, ik ben zo verder gelopen. DB9JC portabel. Ik steen geblieben, dat klapt dan niet meer. Ik hoor echt toe, ne? Op de Wim war dat, mit dem Skin-Effekt is richtig bij deze antenne. Hula-Hoop-Antenne nennt man die hier in DL auch. Nach dem Sportgerät, nach dem Ring, der bei uns im Alter am Bauch liegen bleibt. Und da fließen enorme Oberflächenströme. Das ist meines Erachtens das Einzige, was gleich ist wie bei einer Magnetik-Loop. Und deshalb bei der DDR-Antenne große Flächen, keine dünnen Drähtchen, gute Oberflächenleitfähigkeit, Aluminium oder noch besser Kupfer, um den schlechten Wirkungsgrad nicht noch schlechter zu halten. Und es geht um Mittelwelle, Amplitudenmodulation, reine Bodenwelle auszunutzen. Und deshalb wenig QSB und nicht durch Reflexionen an der Ionosphäre keine Phasenverschiebungen drin zu haben und deshalb schlechte Modulationseigenschaften zu haben. Ich bin weg, ich wünsche euch was, ne? Die Grüße aus Kleve, DB9JC, Portable läuft weiter. Korto in 4 Alpha Alpha, ik was net even aan het denken. Hebben jullie nog even nagedacht waar de HF-antenne van moderne straalvliegtuigen, passagiersvliegtuigen zit? Dus dat zit als een slot in de staartvleugel, het staartroer van de vliegtuigen. Dus net hetzelfde principe. Kijk, heb ik hem? Voor het station in België, ja. Ik heb best wel slots gezien en daar ook zelf wat mee gedaan. Alleen, ja, voor mij... het bovendeel van die DDRR-antenne is nog steeds gewoon een stukje draad. Zou je daar een groot verticaal vlak van maken? Ja. Dan wordt het op een gegeven moment handig om van de dualiteit van H en E gebruik te maken om die antenne te behandelen. Ik behandel deze antenne soms nog wel eens in antennecursussen. Mogen mensen met de hand eraan gerekenen. En ja, dan behandel ik hem gewoon op basis van stroom in draadjes. Het verre veld van de stroom. En dan mogen mensen een inschatting gaan maken van de stralingsweerstand van dat ding. Ja, dan gebruik ik zeg maar niet de theorie van de slotantennes. Gewoon omdat het een dun draadje is ten opzichte van de golflengte. Ja, het is niet zeg maar een vlakke platenstraler. En de ground plane die eronder zit, die vervang je gewoon door de image antenne. Dus zeg maar dezelfde structuur onder de ground plane. En dan denk je de ground plane weg. En dan is het, zo'n PIFA wordt dan een U-straler. Alleen dit worden dan twee tegenoverliggende kwadgolven met een... in plaats van een recht stukje verlenging, is het een verlenging tot een kwadgolf in de vorm van een cirkel of een vierkant. En wat Reiner uit Duitsland zei, dat klopt. Dat ding doet het alleen als je een hele goede geleiding hebt. Als je dat ding over grond gaat zetten, wordt het gewoon een veredelde dummyloot. Maak maar eens een inschatting van de stroom in het verticale deel.
Die is ontzettend hoog, omdat dat verticale deel heel kort is. Ja, als je dat ding ook in het verticale deel zou voeden, dat in principe kan, dan is dat ding super laag ohmig. Dat is misschien een ohm of iets. Ja, en dan weet je al dat de stroom in het verticale deel heel hoog is. En in het horizontale deel ook. Die neemt wel af, maar die stroom is gewoon hoog. En ja, John, jij had het over zogenaamd hoge versterking. Dat heeft hij gewoon niet. Het is, hij doet iets minder dan een monopool. Het wordt een ander verhaal als hij zo'n antenne op een paal gaat zetten met een relatief klein grondvlak. Dan is het gewoon een monopool en dan gaat het verticale deel van die paal gaat meestralen. Dan gaat zijn voedingsimpedantie die gaat omhoog, omdat je dan namelijk ook straling hebt in het verticale deel van, zeg maar, wat je als grondvlak hebt. Dus als grondvlak bedoel ik dan een paal die niet, die zeg maar nog relatief klein is ten opzichte van de golflengte. En daar zit, die is van boven dichtgelast en daar bouw je de DDR-antenne op. Nou, als je dan gaat kijken naar zijn voedingsimpedantie, die gaat wat omhoog. Als je hem in het verticale deel zou voeden, omdat je verticale stroom in de paal krijgt. En die draagt bij aan de straling. Nou ja, naar wie stuur ik hem door? Ja, misschien wel naar Norbert, naar PNL, een shortwave extended van PA3DJS. Ja, oké. Ja, goed, wat ik al zeg, ik heb het bouwschema van die antenne niet. Dus hoe benader je de theorie van die antenne? Benader je hem als een soort reuzenantenne? Ja, dan denk ik dat jouw theorie helemaal opgaat, Wim, hè. Maar ik krijg een beetje de indruk dat eigenlijk niemand precies weet hoe dat ding gevoed wordt en hoe dat ding eigenlijk werkt. Ja, daar gaat de discussie over. Nou ja, goed, nog even over magnetische antenne. Het was me eventjes een proefballonnetje wat ik opliet, want ik heb wel eens antennes gemodelleerd, hoepels, horizontaal, en dan zie je dat het 3D-stralingsdiagram, dat het meer zo'n donut wordt, hè. Dus daar zat ik even aan te denken. En als je dat dan op een perfecte, nou ja, bijna perfecte grondvlak doet, dan, dan zou ik me kunnen voorstellen dat hij ook nog verticaal uitstraalt, hè. Dus vandaar mijn opmerking. Maar Wim, weet jij wat de Q-factor van die antenne is dan? Wat ik in mijn vorige doorgang ook al zei. Van, ja, het is een relatief korte antenne voor de golflengte. Dus met goed vinden van anderen stuur ik de microfoon even naar jou retour. PA3DJS, dat is PA0SWX. Ik hoor iemand in de ruis die probeert zich in te melden. Nou, de Q-factor is hoog vanwege dat verticale stukje is heel kort. Ja, dus dat ding is echt smalbandig. Dus jouw opmerking of jouw gevoel, dat klopt. Norbert, het is een kwartgolf stuk draad. Met het ondereind vast aan een goed glijdend golfvlak. Het eerste stukje gaat omhoog. Minder dan een tiende golflengte. En de rest loopt in een cirkel. Op gelijke hoogte. Meer is het niet. Je gaat een heel klein stukje omhoog. En de rest dus in een cirkel. Niks gesloten. En blijft op dezelfde hoogte. Ja. En je voedt hem ergens op het horizontale stukje. Dicht bij het voedingspunt. En dan zoek je het 50 ohmpunt op. Ja, zo zou je hem kunnen voeden. Zeg maar als een propvet. En je kan nog een C'tje in serie zetten. Kan ook nog. Maar het is niks spannends, Norbert. Overigens, als jij een magnetic loop horizontaal plaatst boven een goed geleidend grondvlak, dan ben je het donut radiation pattern ben je kwijt. Dan gaat hij omhoog stralen. Ja, je hebt geen straling meer in het. Je hebt geen straling meer onder nul elevatie. Hetzelfde als dat je een dipool boven de grond zet. Veel kleiner dan een kwart laptop boven de grond, een halve golfdipool. Ja, dan wordt het een envisantenne. Met het grote verschil dat een magnetische loop uit zichzelf niet recht omhoog straalt. Dus een magnetische loop boven een grondvlak, een perfect glijdend grondvlak, is geen goede envisantenne. Vanwege dat zijn
onze main beam bij elevation zal in de buurt van de 40 graden liggen of iets dergelijks. Ja, dus het straalt niet omhoog, maar ook niet meer in horizontale vlak. Zo, Norbert, ik hoop dat de DDRR-antenne een beetje duidelijk is qua beschrijving. Ja, zal ik er nog even op reageren en dan zal ik hem doorsturen naar John, zodat het geen 1-2'tje wordt. Ja, ik het goed begrijp, dan functioneert die ring als een soort toplood. Is dat QSL, Wim? QSL! Oh ja, oké. Ja, dan is hij inderdaad, Ja, dan goed, of dat dan een magnetic loop is geweest, man, ik heb er wel een paar honderd antennes, wel meer gemodelleerd. Dus, of het is een, in ieder geval een square boven de grond of zo, ik weet het niet meer. Hè, maar dat zag tegen als een donut uit, vandaar dat ik met die opmerking kwam. Eva, John, je had het erover van, ja, in een lage middengolfbanden wil je niet horizontaal uitzenden. Dat wil je eigenlijk nooit, dat Elke Rijn ook al zei, en Wim ook. Middengolf en lange golf, alleen maar ground wave, alleen maar verticaal. En vooral een lange golf atoomklokzenders die... Die willen absoluut geen reflectie via de ionosfeer. In de polder, ik weet niet meer wat de QTA precies is, maar daar staan anti-fading antennes van onze middengolfomroep toen die nog in gebruik waren. In ieder geval voor onze omroep. En die antennes die zorgen ervoor dat de buiten het grondgolfbereik, als het deellaag s'avonds wegvalt en je krijgt reflectie via de ionosfeer, dat dan niet de skywave en de grond of golf elkaar uitdoven. Hè? Dus dat wordt dan ook een trucje op aan toegepast. Dus voor jou, John. PA0 ETE, dat is PA0 SWX. Mag ik nog heel even? Toch nog even reageren. In verband met die antenne. Ik denk dat ik begrijp waar Wim zijn redeneerfout zit. Hè? Hij voedt de antenne verkeerd in zijn modellering. Dus je mag het niet voeden zoals een kwartgolfantenne, maar je moet het voeden tussen de twee. Dus dan creëer je eigenlijk een andere mode. En die mode die krijgt wel een volledige kwartgolf, die magnetische mode, en die straalt dus wel. Goed, dus wat Wim eigenlijk doet, is eigenlijk de analyse, als je even vergelijkt, van een dipool op het einde. Dus op het einde van de dipool, daar heb je in plaats van heel hoge stroom, een heel hoge spanning. Daar heb je net alsof dat hij een dipool als een eindgevoede antenne zou beschouwen. Of gaan analyseren, en dan kom je net dezelfde resultaten uit. Dus het is inderdaad, het vergt even omswitchen. En dus zeker niet analyseren als een kwartgolf op het kleine verticale stuk. Dus de manier van voeden bepaalt, dus je creëert een andere mode dan de mode die mensen in microgolven verstaan wellicht beter modes. Dus je kunt soms op verschillende manieren elektromagnetisch veld laten opwekken tussen twee metalen geleiders. Dus dat nog even als toelichting, en nu ben ik echt weg. Ik luister nog wel even mee op de radio, maar ik ben ver van de microfoon. Fijne dag, gewoon 4,5. Ik heb het. Ja. Oké, maar even tussendoor. Hoe is de stroomverdeling in de draad dan, volgens jou? Dus in het verticale stuk samen met de rest, hoe moet ik dan de stroomverdeling zien? Krijg ik meerdere nodes en antinodes? Want je hebt het over andere modi. En in microgolf, ja, ik ben daarmee bekend met hogere modi's in golfpijpen. Als je dat nog even zou uit kunnen leggen, zou ik dat leuk vinden. Van Papa Alpha 3, Delta Juliet Sierra. Oké, om het even uit te leggen, is niet gemakkelijk. Wacht, ik ga even de deur dicht doen, want ik zit op twee radio's te luisteren. Even. Zo, ja, dus het is eigenlijk een spanning die propageert tussen de spleten eigenlijk. Dus hallo? Tas? En als de ring een kwartgolf lang is met één kortsluiting. En je propageert eigenlijk een golf, dus er ontstaat eigenlijk een elektrisch veld tussen in die spleet. En dat elektrisch veld, dat moet een halve golflengte ideaal, of een kwart golflengte in dit geval, hebben om die staande golf, die we anders als een stroomgolf op de dipool zien, daarvan dat de elektrische versie te hebben, dus als een magnetische stroom, dat bestaat ook eigenlijk, dus dat die staat loodrecht op het elektrische veld.
sterkte. Ja, het is moeilijk om het te beschrijven en natuurlijk een print zoveel meer vertellen. Maar ja, de mensen die geïnteresseerd zijn moeten gewoon zich een keer gaan toeleggen op slotantennes. Even dat lezen en dan zullen we zien van waar het komt. Het is dus eigenlijk een niet-ideale slotantenne. Moest hij ideaal zijn, wel zeer goed zou zijn. Nu minder. Op zee natuurlijk helpt enorm, omdat je één grondvlak dan tenminste toch als dus laten we zeggen, de helft van de ruimte is dan een perfecte metalen plaat bijna. Maar het nadeel zit erin in het bovenste gedeelte dat net dat maar skeletaal is en geen perfecte slot. Dus maar ja, dus de analyse gebeurt ook anders. Hè. Dus je moet het dan, als je gewoon gaat kijken naar het uiteinde, dat verticale stukje, dan is net hetzelfde als gaan kijken naar het uiteinde van een gewone golf, gewone kwartgolfdipool of een gewone dipool. Als je daar op het uiteinde gaat kijken, ja, dan is het net hetzelfde verhaal, maar net omgekeerd. Hè. Dus dan krijg je daar enorme hoge spanningen. Je zou ook kunnen concluderen dat de dipoolantenne niet efficiënt is. En als we gaan toespitsen op de DDR-antenne en enkel gaan kijken naar een verticaal stuk, zien we inderdaad zeer hoge stromen. Wat perfect normaal is, want het is het uiteinde van de antenne. Dat is niet het startpunt van de antenne. Het is net, je dient het eigenlijk te voeden aan de andere kant. Het is omkeren. Wat juist de ingangsimpedantie of ja, de stralingsweerstand is, dat ken ik niet uit het hoofd. Maar in de theorie van de slotantennes kun je dat gemakkelijk terugvinden. Dit is ON 4 alpha alpha. ON 4 alpha alpha. Jij hebt het over een andere modi. Maar het ding is een kwart golflengte lang. Hoe wil je daar een andere modi in krijgen, of modus in krijgen, zoals je in golfpijpen hebt? Geen hogere modi, zoals in een kwartgolfpijp. Het is gewoon een andere modus. Dus het is gewoon een andere elektrische. Dus je hebt de TM-golven. Daar zit het op. Dus je hebt, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dus langs een dipool heb je eigenlijk een rondcirkelend magnetisch veld. Wel, langs een slotantenne heb je een rondcirkelend elektrisch veld. En bij een dipool heb je rechte elektrische golflijnen. Een gewone elektrische stroom bestaat het equivalent van een magnetische stroom. Dat vloeit dan eigenlijk in die spleet eigenlijk dan. Dus dat is een displacement current. Dus alles draait om en daar zit het juist in. Maar het is dus niet een hogere modus, want inderdaad, dat zou niet kunnen, want daarvoor zijn de afmetingen te klein. Microfoon terug aan u, een 4,5. Oh, even een kiertje. Ah, mooi zo. Inderdaad, ja. Want inderdaad, je krijgt geen hogere modus erin. Het blijft gewoon een kwadgolf ding. Ja, ik ben bekend met het omkeren, met het equivalent de conversie van een dipool naar een slot. Alleen, dat is een benaderingswijze. Maar die heb je met dit ding helemaal nog niet nodig, omdat namelijk je een stukje draad hebt waarvan de diameter veel kleiner is dan de golflengte. Je kan dat op dezelfde manier aanvliegen als dat je een dipool te pakken neemt. Je hebt draadsegmentjes die dragen bij aan het verre veld. En het is een sommatie en dan op een gegeven moment kom je tot een stralingsdiagram en kan je de stroom uitrekenen die nodig moet zijn om een bepaald vermogen uit te stralen. Ik ben overigens bekend met vector potentialen en zo. En inderdaad ook natuurlijk verplaatsingsstromen, displacement current. En dat DT ook een magnetisch veld opwekt. Dus ja, daar ben ik nog wel redelijk mee bekend. Maar dat heb ik nog steeds niet nodig om te kunnen bepalen dat de DDRR-antenne een hele gewone antenne is. Niks bijzonders. En zodra je hem gaat bouwen over een grondvlak wat niet meer goed geleid, dat het een veredelde dummyload wordt. Ja.
Het lijkt erop of dat het een of andere magische antenne begint te worden, maar ja, dat is het gewoon niet. En je kan hem met slotantenne-theorie aanvliegen, maar het draadje is en blijft dun ten opzichte van de volgende. En je kan het dus nog gewoon met je normale antenne-theorie doen, waarbij je eventueel het grondvlak door een image vervangt. Dus veel meer is het volgens mij niet. Ja, ik stuur hem maar even naar John, als gebombardeerd als netleider, PA0ETE. Groep, wat er zijn nog wel de noten. Als Delta Juliet Sierra. Welke platzijde is dit, John? Sorry, John, ik verstond jou niet. Centimeter even te maken. Hè? Dat is natuurlijk, er zit heel weinig materiaal in. Als ik goed zie, maar 10 centimeter diameter. Dat is echt en 2 of 3 centimeter hoog. Dus dat is een heel klein antennetje op een stuk printplaat. Dat is heel makkelijk te maken. Dus ik ga gewoon eens kijken of dat ding boven normaal functioneert of niet. Hè? En wat de resultaten ervan zijn. En ja, tegelijkertijd komt er misschien een antennetje uit waar ik wat aan heb voor mijn toepassing. Hè? Ik wil coax invoeren door een gaatje te boren in het plaatje. Nou, dat gaat allemaal prima werken. Dat ga ik eens proberen. Even kijken, Gerald, wat vroeg jij precies van PNL Echo Tango Echo? John, PA Drieberg, heb er ook bij getrokken. Is je batterij leeg is of je zit in de kelder, Gerald? Want, Ik heb een andere porto. Kijk of ik alleen zit. The time is 11:30 a.m. Papa India 2, November Oscar Sierra. Oké, okay, nou, ik hoor geen rotje piep. Goed, ik heb de antenne nu ook even opgezocht en gevonden op internet. Ja, inderdaad. John, als jij de afmetingen met dat ding hebt, of Wim, Wim die zal hem vast wel al gemodelleerd hebben. Dus dan wil ik hem ook eens even gaan modelleren en kijken hoe dat ding afstraalt. Hè. Ja, oké. Okay. Nou, verder niet zo heel veel aan toe te voegen. Alleen eigenlijk nog een vraag van hoe Capital Radio dan gemodelleerd was. Hè? Ik heb straks ook iets over gezegd. Maar als de antenne met een gigantisch hoge Q, dan... ik weet zo niet hoe breed een AM-signaal gemodelleerd is. Die modelleert in een amplitude, dat weet ik wel, maar... Of dat dan geen problemen oplevert met een antenne met zo'n gigantische Q. Microfoon naar Wim. PA3DJS, dat is PA0SPX. Oeh, ja. De Q-factor, hoe zij hem gemaakt hebben. Ja. Dan zou ik... Dan moet ik even in mijn spullen duiken. Want daar zit ook die draaddikte nog een beetje in, hè. Als je hem van een hele dikke pijp maakt, dan gaat je Q-factor ietsje naar beneden. En gaat ook je spanning aan het eind ietsje naar beneden. Ik snap wat jij bedoelt. Je loopt het risico als de Q-factor te hoog is, dat een deel van je zijbanden, dat die ook een fasedraaiing ondergaan, zoals jij zegt. Hè? En dat dus ook je eindtrap het wat meer voor je kiezen krijgt. Voor ze kiezen krijgt. Maar ja, ze zaten maar op 1 kilowatt en het ding kon 10 kilowatt leveren. Het zou mij niks verbazen als ze 10 kilowatt in zouden stoppen dat het één grote vonkenpartij wordt aan het eind. Ja, dat is wel even leuk om te simuleren wat voor spanning op het eind ontstaat. En wat John zei, ja, dat klopt. Die variant ben ik ook tegengekomen. Maak je hem ietsje korter met een C'tje aan het eind. En dan kan je hem afstemmen, dan kan je hem ietsje verschuiven in frequentie. Dus Norbert, ja, over de Q-factor. Ik weet niet hoe hoog die is om de bandbreedte te kunnen uitrekenen. Of de bandbreedte niet meer klein is, nee, niet meer groot is ten opzichte van de bandbreedte van Sensiaal. En nog even voor John, een klein antennetje van 70 centimeter, bouw dan gewoon een magnetisch loepje. Die is nog kleiner. Je hebt geen grondvlak nodig. Gewoon een stukje gebogen koperdraad. Als het je puur gaat omdat het afstraalt. En niet zozeer dat je om het figure of eight pattern verlegen zit. Nou, 5 centimeter. Een ringetje van 5 centimeter. Een beetje afstemmen. Koppelusje. En dan heb jij
Een redelijk stralende antenne voor 70 centimeter. En ook lekker... Microfoon nu pakken bij A3 BRG. Gerald pakken. Ik vroeg jou, ik heb Roodhammel er ook bij getrokken. Op welke bladzijde ben jij? Ga je gang. Nee, dan heb jij een andere versie. Ik zit op pagina 362 en volgende. Vandaar. Oké, bedankt in ieder geval. Ik lees het nog even extra door, want ik vond jouw trefwoord niet van PA3 BRG. Wat ik zal doen, de versie die ik heb, die is downloadbaar. Ik heb hem trouwens ook aan Norbert, ik heb hem aan jou gemaild, Norbert. Mocht je de verklaring van Roodhammel daarover willen lezen. Via een linkje op internet kun je die versie van Roodhammel downloaden. Ik zal dat erbovenaan plete.nl zetten voor degenen die dat boek ook willen hebben. Het is uit de DDR-tijd, dus het is copyrightvrij. Dus ik kan dat zonder... want ik ben meestal heel stil, of eigenlijk altijd heel stipt met copyrights. Maar in de DDR-tijd waren er geen copyrights in Oost-Duitsland. Dus alle boeken toen uitgegeven, die kun je gewoon vrij gebruiken. Hè? Ik zet hem direct boven. Oké, okay. Ja, John, ik heb niet zoveel meer bij te dragen, denk ik. Want dan ga ik in herhaling vallen. Ja, behalve jouw 70 centimeter antennetje. Je kan hem bouwen, dat DDR, DDR-antenne. Maar als het echt klein moet zijn, ja, een loepje. Dan heb je ook geen gezeur met groundplanes en zo. Gewoon een stukje draad, hè. Zeetje bovenin, koppelusje. Ik weet niet met hoeveel vermogen je erin wil. Maar als dat redelijk beperkt is, dan hou je... Ja, als dat tot een watt of vier blijft, dan hou jij, als jij je koper draad neemt, dan hou jij je spanning wel beneden een paar kilovolt. Dan hoef je geen rare dingen te doen. Van PA3DJS. John, ik heb de zehnte überarbeitete Auflage. Ook een DDR-uitvoering uiteraard. PA3 BVG. Oh, maar wacht even. Ik begrijp waar je naartoe wil, maar... Dat golfvlak is dan toch nog steeds zo klein ten opzichte van vele golflengtes... dat jij geen voldoende voor-achterverhouding gaat krijgen. Nee, ik denk het niet, John. Nee. Mijn gevoel zegt als jij... Ja, sowieso, de Q-factor van de antenne is daarvoor niet hoog genoeg. Vanwege dat je het over honderden kilohertz hebt. Ja, dan wordt het met een magnetisch loepje ook spannend. Dan moet je dat echt van goed gepolijst koper en zo maken. En het loepje nog kleiner. Die Q-factor gaat niet hoog genoeg worden. Met dat golfvlak. Nee, dan geef ik je meer kans. Nee, die geef ik je niet. Nee, het moet wel een heel groot golfvlak worden. Ja. En niet van gaas. Ja, of je moet heel fijn en mazig gaas hebben. Dus zeg maar maximaal 13 mm meter foyeren gaas. Want anders dempt het grondvlak zelf ook al niet goed genoeg. Ja, maar John, dus nogmaals, het grondvlak wat je neemt... dat zal geen 5 golflengtes groot zijn. Ga ik vanuit. En anders loop je het risico dat door diffractie, zeg maar, gewoon de golven om je grondvlak heen lopen, hè? Want jij hebt het over 10 bij 10 centimeter. Dan ga jij een grondvlak maken van misschien 30 bij 30 centimeter. Dat lijkt groot, maar echt, dat werkt niet als blokkade naar achteren toe, zeg maar. Ja, dan moet je flink gaan optimaliseren, lezen met simulatie en zo. En dan kijken waar je de nots hebt en dan de nots in stralings die je gaat richting... Je andere antenne zetten. Ja. Nou, ik heb hier... Helaas, John, kan ik je even zo gauw niet meer helpen. Ik vrees dat het een kwadgolf filter gaat worden. Dat je een grote pot moet gaan bouwen, zeg maar. Jou wel bekend van repeaters. Van Papa Alpha 3 Delta Juliet Sierra. Helemaal niet. John, jouw probleem is geen antennepatroonprobleem, maar een zijbandruisprobleem. ON7 Whiskey Papa. Geweldig QSO vanmorgen trouwens. Gelijk aan de D, dus wordt het van de loop. Plus 25%. Heb je er wat aan?
kan. En aangezien die DDR-antenne misschien niet zo'n heel efficiënte antenne is, klinkt dat toch wel een beetje als een aantrekkelijke oplossing. Dus, nou, ik vind het sowieso leuk om het antennetje een keer te maken voor Seubel. Dat is eigenlijk vooral. En als die daarvoor ook te gebruiken is, dan zou dat mooi zijn. Qua filters, Wim, ga ik dat niet redden. De afstand is gewoon veel te klein. Als je kijkt wat voor filters je voor een repeater als PI2NOS nodig hebt met 1,6 shift. Dat zijn al zeer omvangrijke filters. En deze afstand is nog half zo groot. Hè? Dus dat is echt wel een probleem. Ja, over en weer ruis. Oh ja, de andere transceiver die ruist ook weinig. Dat is een Hytera MD785. Dat zijn twee gewoon die transceivers die ik voor 70 heb, die zijn gewoon uitermate goed. En daar is dat reciproke ruis, of hoe heet dat ruis dat wat uitstelt, dat is eigenlijk wel het minste probleem. Maar het is vooral de ontvanger die gewoon plat gaat. Panel Echo Tango Echo, dat is niet zo gek. Het zijn ook vrij goede ontvangers, maar het signaal is gewoon heel sterk. John, ik weet niet wat jouw referentiekader is, maar als jij een 7900 goed noemt qua ruis, dan zit je er 30 dB naast. Een paar dingen. De antenne kan zeer efficiënt zijn als je het volgende in acht neemt. Gebruik geen condensatoren, want die hebben de functie om de antenne te verkorten, net zoals een spoel. Dus weer om het verhaal draait om. Een condensator is een verkortingselement op een parallele condensator. Is een verkortingselement op zo'n antenne, terwijl een seriespoel een verkortingselement is op een dipool. En als je het voor 70 centimeter maakt, neem dan een loop die een omtrek heeft, een lus die een omtrek heeft, van een halve golflengte op 70 centimeter, dus 35 centimeter omtrek, en sluit het kort op één punt naar het grondvlak. En dan moet je zoeken natuurlijk of modelleren waar je het beste dat ding kunt voeden. Dat zal dicht bij de kortsluiting zijn, maar op een iets afstand ervan om een impedantietransformatie te kunnen krijgen naar 50 ohm. Of anders met een tweede loop, dat is de andere mogelijkheid. En ik denk zelfs ook in het originele artikel, want ik heb dat ook ergens gelezen en gezien, van de militairen van de marine, Amerikaanse marine, dan is die antenne ook werkelijk op zijn minst volledige kwartgolflengte lang, zo niet halve golflengte. Hè. Dus, en radioamateurs hebben daar dikwijls een verkorte versie van gemaakt, dus gewoon door capaciteit te gebruiken als verkortingselement aan het open einde. En dat kan niet de bedoeling zijn. Ik laat jullie aan de babbel. Dit is Serge, ON4 Alpha Alpha uit Hasselt. Geen waarneembare ruis. Ja, ik heb het natuurlijk wel, maar niet in de zin zoals ik dat met welk ander apparaat dat ik hier heb ook heb uitgezonderd. Een heel goedkoop portootje van Jesu wat ik heb, wat uitzonderlijk goed is. Van Panel Echo Tingle Echo, dat is een FT257. Ja, oké, John, maar het gaat niet over de waarneembare ruis. Het gaat om wat je meet. En bij die Pieters moet je echt min 160 dB en meer down gaan, hè, om geen problemen te hebben. Hè. Ik moet er van tussen, we hebben het er later nog over, ON7WP. 23 centimeter antenne bij en nog wat dingen. Panel Echo Tingle Echo. Oké. Okay. 23 centimeter antenne bij en nog wat dingen. Panel Echo Tingle Echo. Oké, okay, John, kan ik even iets doorgeven? PA3BRG. Ja, zo. Nou, dan pak ik hem nu even. Ja, ik zie in de afbeelding wel degelijk een capaciteit. Tussen grondvlak en de ring van de DDR-antenne in Roodhammel. En die loopt dan van 25, 35, 50, 75, 100 picofarad voor de korte golfbanden. Dus dat als je een andere frequentie wil hebben, dan denk ik toch ook dat je daar een capaciteit aan moet wijden. Dus aan de ene uitgang van, of de uiteinde zal ik maar zeggen, die dus dat boven de capaciteit, het grondvlak staat. Daar tussen, naar het grondvlak, capaciteit, PA3-PRG. Dat klopt inderdaad. En ja, het probleem is ook nog voor 7 door die Q-factor inderdaad. Want stel dat die Q-factor echt overdreven hoog is en ik stem het ding op de ingang af, dan ik wil toch wel een goede SWR hebben. Dan zou die de uitgang wel eens flink kunnen onderdrukken. Maar ja, misschien is dat wel een blessing in disguise met dat hele sterke signaal dat ik heb. Hè? Dus moeten we maar eens kijken. Misschien is het toch wel grappig om het antennetje een keer te proberen.
Maar goed, die filterwerking die gaat in ieder geval niet veel uitmaken voor wat betreft het groot signaalgedrag. Hè. Maar ik heb hier wel vaker gekke dingen op repeatergebied voor elkaar gekregen, hoor, zonder al te uitgebreide filters. Dus misschien gaat het gewoon wel lukken. Het valt ook om te denken, als die DDRL-antenne niet werkt, om daar een richtantenne voor te gebruiken. Ook dat heb ik al eerder gedaan. Hè. Maar ik heb nog een hele lange Yagi liggen die ooit op het dak gestaan heeft voor 70. Die zou ik bijvoorbeeld ook nog kunnen inzetten. Die spel al Echo Tango Echo. Nog even dan PA3 BRG retour. Waarschijnlijk is mijn eerdere opmerking verloren gegaan. De doorsnede van het grondvlak is die van de eigenlijke antenne als cirkel, hè? Of bijna cirkel, plus 25%. Dat probeerde ik zo even door te geven bij A3 BRG. Begrepen, John, inderdaad. Dus als je een dubbele maakt, dan heb je inderdaad geen grondvlak direct nodig, zie ik hier. PA3 BRG. Goedemiddag, van PDNJ. Papa Alpha 1, Alpha Delta. Er komen er een hoop bij. Dan ga ik even van de gelegenheid gebruik maken om eruit te gaan. Overigens, die 2,5 dB slechter, dat had ik niet verwacht, hè, John. Nee, als je dit een beetje verliesvrij voor elkaar krijgt, gewoon een goed grondvlak. Nee, had ik hooguit een debetje. Maar ja, je zit natuurlijk met praktische realisaties afhankelijk van de materialen die je gebruikt. En ja, het ding heeft een hoge Q-factor, hoge stroom en op het eind ontzettend hoge spanning. Ja, overigens nog even heel kort. Serge die had het over het C'tje op het eind, dat niet de bedoeling is. Ja, daar heeft hij wel een punt. Ja, als dat C'tje op het eind, als daar een stroom door gaat lopen, die niet meer klein is ten opzichte van de stroom in het verticale deel, ja, dan gaat de stralers die gaan aan de wandel. Maar ja, op zich, wij als centrumateurs hebben toch altijd al te maken met compromissen, dus ja. Liever een iets anders stralend diagram en een beetje nette VSWR, dat je het vermogen in de antenne krijgt dan een goed stralend diagram, maar je eindtrap vindt het niet leuk. Ja, oké, heren, er komen er heel veel bij. Ik duik eruit, ik ga even boodschappen doen. En ik zal even kijken, ik stop hem misschien nog wel even in de simulator. Ja, dat doe ik denk ik nog wel even voor de gein. Ga ik nog wel even doen. John, dat stuur ik misschien nog wel even naar je toe. Microfoon naar John, Papa Alpha 3, Delta Juliet Sierra. Op luisteren en afsluitend ook maar gelijk QRT. Wim nog even UTR. Dat lukt even niet hier vandaan. Ik heb alleen 70 centimeter eraan zitten, Norbert. Oké, nou ja, dan bommen wij de volgende keer wel verder. Groeten, Wim. Ik lees hier, John, dat de hoogte van de loop op een kwart lambda moet staan ten opzichte van het grondvlak. Goedemiddag, hè? Of nog goedemorgen, van Papa Delta 1 en Coach Juliet. Ik zet mijn setje net aan, ik zit mobiel wijzen. We even kijken, waar ben ik naartoe? Naar. Huh? Even kijken. Ja, ver weg, naar Zeeland in ieder geval. Ik zie het zo even niet staan. Ik heb een TomTom in ieder geval ingesteld op postcode. Zodoende. Ik zit nu in ieder geval nog 2 uur in de auto. Ik ga wel over België. Microfoon een keer retour. Papa Delta 1, Echo Juliet Mobiel. Echo Tango Echo. Goedenochtend. Het is Papa Alpha 1, Alpha Delta. De naam is Adriaan, QTH is Hilsum, tussen Wageningen en Arnhem. Ik heb deze interessante mededelingen allemaal eens even aangehoord over de DDRR-antenne. Ik heb een aardige site gevonden, misschien voor diegenen die hier interesse in hebben en jij speciaal, John. Het is www.radioexperimenter.us. /Romeo Mike, streepje 1976,
/low-band-antenne.html. Alles over de DDRS, ook voor militair gebruik en heel veel... Oh, jij viel er net af. Lang leven Windows, AI. Ik zie dus in Rotterdam dat je 2,5 dB beter uitstraalt als met de ringstraler alleen. Oké? Hier is Papa Delta 1 Echo Juliet, mobiel. Ter info, over wat voor soort antenne hebben jullie momenteel over? DRR-antenne, beste vriend. Ik ga nog een keer herhalen, ik reed net onder een brugje door. Een DDRR. DDRR-antenne. Dat zeg maar even zo niks. Ik zal wel een keer opzoeken thuis. Ja, microfoon nog even naar Adriaan. Dan ga ik proberen die URL nog mee te schrijven. Van Perl, Echo, Tango, Echo. Want ik was aan de ene kant net niet snel genoeg, zo pas. En toen ik wel zo snel, toen ik het dag bij te benen, toen hing mijn computer. Van Perl, Echo, Tango, Echo. Even gebruik van de kier. Daar hadden we geloof ik de vorige week ook over, meen ik, hè, toen ik naar een evenement reed. Ik zie hier de antennes. PA1AD, zou je voor mij de URL nog een keer willen opnoemen? Van Perl, Echo, Tango, Echo. Dat was mislukt helaas. Ja, dit is. Even de tonnen meepakken. Oh, ja, dat is niet veel, zullen we zeggen. Dat is maar een kleintje, ja. Ja, binnenkort in de vakantie, dan ga ik inderdaad met die breedbandgevalletje waar ik mee bezig ben. Wat ik in mijn hoofd heb zitten, ga ik mee beginnen. Maar ik luister even aandachtig mee. Ik vind het altijd wel interessant van Papa Delta 1 Echo Juliet Mobiel. Het fluttert hier wel het een en ander, hier in die binnenlanden. Dus vandaar. Ja, nou, ik ben nog altijd op zoek. Dat was het, Edwin. Ik ben nog altijd op zoek naar de wonderantenne. Hè? Breedbandig over alle amateurbanden. Een hoge versterking en het maakt niet uit waar je hem neerzet.